Jammer, de mol zit erop voor u. Ja, ja. Jammer, maar helaas. Ik vond het wel een heel mooi parcours eigenlijk. Ook al ben ik er zo snel uit. Ik vind dat dat echt super in beeld gebracht is. Iedereen komt over hoe dat hij of zij is. Ik heb geen grijntje spijt dat ik heb meegedaan. Integendeel, ik overweeg om ergens undercover opnieuw mij in te schrijven. Dat was een once-in-a-lifetime experience gewoon. En onbetaalbaar. Op alle vlakken onbetaalbaar. Dat je het ergens voelen aankomen, dat het rode scherm zou komen? Ja, dat was echt raar. Maar ik voelde dat al terwijl ik mijn vraag aan het invullen was. Maar dat is dan echt de miserie, dat je niet kunt teruggaan naar, of herbeginnen of zo. Dat is echt, en dan is dat ook nog op tijd. Dus ik dacht, doe gewoon door. Misschien dat ik dan nog een execo, maar dan wel de snelste was. Maar het heeft niet mogen zijn. Hè. Ik heb wel het enige wat ik zou opnieuw en anders doen, is dat ik misschien eerder een momentje voor mezelf zou willen inplannen. Of dat ze het nu toelaten of niet. Ik ga gewoon een uur op mijn kamer zitten en helder proberen denken, want ik heb toen ik eruit lag, ben ik naar een hotel gebracht voordat ik mijn vlucht moest nemen. En dan heb ik gewoon één nacht geslapen en ik bekeek het echt totaal anders. En dan dacht ik, ja, oké, dat is hem, hè. Dat is hem. Dus nu weet je wie de mol is? Ik heb een idee, ja. Ik wil er ook geld op inzetten, maar ik kan niet zeggen wie. Heel veel mensen verdenken u ook als mol. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Enfin, ik heb dat juist, ik heb dat al gezegd, tijdens een van de interviews vroegen ze mij van, zou dat de mol kunnen zijn? En ik had gezegd van, ja, eigenlijk denk ik ook dat ik daar niet echt veel speciaal zou moeten voor doen. Omdat ik misschien soms wel onhandig of louche genoeg overkom uit mezelf. Met mijn expressie, ik doe dat niet expres, maar het is wel mijn expressie. Dat is, ja, blijkbaar is dat verdacht voor veel mensen. Wat ik ook wel tof vond eigenlijk, dat is wel plezant van oké, ze verdenken wrong bitches. Maar dat is zo, ja. Ja. Nu dat je die uitspraak zegt, wat was nu de exacte uitspraak dat je zei toen je aan die brug zat te bengelen? Gaat de wind doen, hé? Oh my god, oh my god. Ja. Oh my... Oh! Hey, kijk het aan! Yeah, bitch, hold my poodle! Jij, mijn poedel. En wat betekent dat? Dat wil zeggen van, oh, mijn hond hier vast of mijn poedel vast, ik ga het hier een keer doen. Maar is dat iets dat jij zelf hebt uitgevonden? Nee, dat is van in White Chicks. Zo'n serieke, dat ik juist dat fragment een keer ooit gezien heb. En nu met mijn vriendinnen zeggen we daar regelmatig van, gonna take care of it, hold my fucking poedel. Dus, Word jij nu ook herkend in de rechtbank en zo? Ja, ze hebben op het Justitiepaleis een wedstrijd georganiseerd. Dus na vandaag gaan ze wel een beetje... Ja, fijn, ik denk dat... Alle advocaten kunnen op het secretariaat een briefje invullen wie dat ze verdenken als een mol. En dan is er ook een prijs mee te winnen. En fijn, dat doet me wel deugd, want ik wist niet wat gaan de reacties zijn. Ik had uiteraard mijn stafvader ingelicht op voorhand, om toch zijn goedkeuring te hebben dat ik daaraan zou meedoen. Enfin, of dat hem ze nu gegeven. Qua erkennen, ja. Over het laatst heb ik een fles champagne aangeboden gekregen. Vond ik, nice. Ik was heel vereerd, want ik had dat totaal niet verwacht. Maar ik zei, ja, ik mag wel nog geen interviews geven. Dat is voor Newsmonkey als eerste. Maar dan zei ze, geen interview, gewoon een foto is goed. En allee, dat is wel tof. En nu, van het weekend, was ik in de Carlize in Leuven, waar ze ook elke week de uitzending op groot scherm nu uitzenden. En daar kwam zo een bendeke van 20, ja, ik denk van een jeugdbeweging. Allemaal jonge mensen. En ze zei, oh, Isabelle. En, oh my god, Isabelle. Ik zei, ja, ik ben Isabelle. En ze oh my god, what the fuck? Mogen een foto met een stoel aangenaam. Maar er zijn wel alle twee heel fanatiek, hè? Wie? Ik, hè? Jawel. Maar er zit constant ermee bezig. Gisteren waren er twee ploegen, ja? Hoe kun jij weten wat de mol gedaan heeft als je niet weet wat een andere ploeg gedaan heeft? Als het zo ver gaat dat ik me gisterenmorgen niet op een andere plaats aan de ontbijt mocht zetten, omdat we dezelfde plaatsen als de avond ervoor moesten nemen, ja, zodat het gemakkelijker zou zijn om te onthouden, dat vind ik wel ver gaan. Nu vind ik dat onderkant iemand kan toegeven en dan geef ik terug toe. Ik kan die lessen niet gaan uitschakelen, want... Allee, Manuel en Hanna gaan er ook niet afgaan voordat Katty hier is af geweest. Voor mij is het gewoon tussen Katty en Issa. Die vertrouwen elkaar toch. Maar is geen kant. Echt, ik zie het zo voor mij, Katty, dat hier straks gaat staan. Ik en dan ga de zijstelling niet pakken. Ik ga ze niet pakken en ik zweer het u. Ah, wat, dan is het goed. Ik ga ze niet pakken. Kun jij hetzelfde zeggen?
You've heard of someone. Ik vind dat Cathy is echt een prachtige persoon. Ik kom er heel goed mee overeen. Ik heb er ook mee op de kamer geslapen. Dat is een heel intelligente vrouw ook. Maar dat is gewoon de manier waarop zij het spel gespeeld heeft. En ik heb ook al gezegd van, ik had even goed een Cathy kunnen zijn. Moest ik mij niet ergens op bepaalde momenten hebben ingehouden of zo van beseffen van, oei, mijn job, ik moet een beetje kalmeren. Of hoe gaan ze mij overbrengen? Dan had ik gewoon nog erger als Cathy kunnen zijn, bij wijze van spreken. En ik vind dat heel jammer dat ze daar echt op afrekenen, want dat is een super toffe madame. Ik heb er ook keihard mee geamuseerd. Ik heb er een keihard mee gedeeld. We hebben daar van, we zitten babbelen over van alles en nog wat. En dat is iemand waarmee ik kijk er echt naar uit om haar terug te zien. Iedereen trouwens. En wie gaat de mol winnen volgens u? Ik had het moeten winnen. En voor de rest mag je daar niks op zeggen.